Guys, ik had nooit verwacht eigenlijk dat ik ingeleid zou moeten worden. Ik dacht, het komt gewoon lekker vanzelf op gang. Bla bla bla. Maar het is me niet gelukt. Ik ben over 2 dagen gewoon letterlijk 42 weken zwanger. Ja, dat is peuzie. Oh ja, die is nooit dikker geweest. Love it. Oh, yeah. En ik moet echt ingeleid worden. Ik heb niet meer zoveel keuze. Let's go. We zijn weer lekker aan het wachten, jongens. In de wachtkamer. Ik heb er zin in? Ja, ik heb hier eigenlijk echt geen zin in. Maar kijk wel uit naar morgen. Dan begint het echt een beetje. We hebben gisteren voor het laatst McDonald's gehaald. Om 3 uur s'nachts. 3 uur s'nachts. Ik heb een dikke Big Mac menu gegeten. Dat was onze afscheid, want vandaag krijg ik die ballon. Waarschijnlijk voel ik me niet zo top. En morgen word ik ingeleid, dus... Hoe gaat de baby eruit komen, denk je? Gaat die boos eruit komen of blij? Heel boos. Sommigen kijken zo. Van wie ben jij? Sommigen kijken gewoon bij. Hoe denk jij dan? Ik denk dat die ik denk zo boos eruit komt. Ik ga zo kijken. Ik ben zo benieuwd. Jij denkt zo. Ik had een filmpje gezien op TikTok van zo'n baby die echt zo heel boos eruit kwam. Dat ik het beeld in. Boze baby. Voel je goede bewegingen? Ja. Oh, ik zie die kleine helemaal heen en weer. Ja, echt? Ja. Nou, guys, ik moet weer even een half uurtje aan zo'n scan. Yeah. En daarna gaan ze zo'n ballon erin plaatsen. En als de ballon dus eruit valt, dan heb je dus 3 centimeter ontsluiting. Dat is de perfecte situatie voor morgen. Ja. Yeah. Als dat zou gebeuren. That's it. Hey, baby. Oké. Oh, hij beweegt. Zie je dat? Zie je dat? Ja. Yeah. Ik weet niet wat het is met mij, maar sinds de zwangerschap heb ik altijd een vlek op mijn shirt. Altijd. Ik weet ook echt niet waar dit vandaan komt. Maar ik lig hier fijn hoor, Grace. Ik kan bijna in slaap vallen, zo moe ben ik. Lieve mensen, ik ben klaar. Ik heb ontzettende buikkramp gekregen na die ballon. Ik moest daarna weer een half jaar aan de scan. Alles was goed. Dus nu mag ik met de ballon naar huis. Maar ik heb echt zoveel buikkrampen. Maar dat gaat weg na een paar uur, zeiden ze. Dus ik ga zo nog lekker een paar stommeltjes achterover douwen. En dan ga ik gewoon lekker liggen op de bank. Nou jongens, ballon zit erin en Mirjam is echt aan het kapot gaan. Gaat het goed? Oh no. Oh. Mensen dachten mij blij te maken om over eten te praten. Maar... Ja, ik dacht, ik wil jou verwennen met iets lekkers. Nee. Ik heb nergens zin in, hè? Oh, rustig. Oh, ik heb echt buikkrampen. Ben je in een rolstoel? Nee, ik heb ook tegelijkertijd harde buiken. Oh shit. Hey guys, mensen, hebben Italy voor ons gehaald. Ik heb gekookt. Mensen, heeft gekookt. Ik heb dus vandaag voor een andere pasta gekozen met aubergine en courgette en weet ik veel wat. Ik ben heel benieuwd. Och, ik heb nu echt een dikke harde buik. I can't. Oh ja. Dank je. Een hele... Oeh. Oh yes. Oh. Very exciting. Een hele goede morgen, guys. Ach, het is zo vroeg. Echt zo vroeg. Min 2 graden. Het is zo koud buiten. Het is zo vroeg. Maar het is inleidingdag. Ik ga even lekker ontbijten in de auto en daarna starten. Dus de ballon is vannacht niet uitgevallen, maar ik heb wel heel veel krampen gehad en volgens mij is het daar wel goed bezig verder. Even kijken. Oh, ziet er wel vet uit, hè, met die lichtjes. Helemaal blauw. Even kijken wat ze gaan zeggen in het ziekenhuis en dan zie ik jullie later. Nou, ik kom 7:10 komen aan. Toch? Ja, eigenlijk wel. Volgens mij is het dan niet heel druk met het parkeren. Zo. Spannend. Ja. Een goede parking gevonden voor de deur. Ja, echt precies voor de deur parking. Heerlijk. Straks loop je ook gewoon hier mee, maar dan met een dikke darta. Zo grappig. We zitten met elkaar te vragen van moeten we nou dat ding Mexico's gewoon meenemen naar het ziekenhuis nu al? Ja. Maar ja. Als je hem in de auto laat, is die koud. Dus dat is een beetje dom.
Oeh, ik kan niet zo snel lopen. Zagen net een andere koppel. Precies met dezelfde spullen. Gewoon zo'n maxi cozy in de hand. In de koffer. Zo grappig. Ik heb last minute gewoon besloten dat ik mijn zwangerschapskussen meeneem. Wil je nog even snel een dansje? Hi Mimi. Hi. Slonnetje. We zitten nou in de gezinssuite. Is het een suite? Ja. Mag ik een beetje rondleiden? Tuurlijk mag ik. Hier de bedje van de baby. De bedje? De bedje, wee. Even kijken hoor, wat we hier allemaal hebben. Kijk, hier hebben ze zo'n zonnelamp ding. Voor de warmte is het, denk ik. Met allemaal attributen. Kijk, en hier, kijk, dit is nu de beweging van de baby. En de harde buiken van Mir. En dan hebben we hier een kastje voor ons. Hier is de wasbak. En hier kan we ook de baby opleggen met nog een warmte ding. En hier gaat zij zo meteen bevallen. En hier is de privébadkamer van de Mariama. Kijk. Oh jee, mag. En allemaal attributen. De baba. Spannend, hè? En we staan ook heel dichtbij geparkeerd. Dat is ook wel makkelijk, kijk. Dan is me dus echt zo erg gespannen dat ik hier heel erg aan het praten is tegen iedereen. Heb je er zin in? Ja, ik heb er wel zin in. Love you, hè? De vluchtkoffer aan het uitpakken. Oh, onderbroek. Matthijs. De geboortepakjes. Ik heb een paar klaargelegd voor de zekerheid, maar dit is eigenlijk zijn geboortepakje. Ga ik eerst nemen. Dus die is zo goed met die dingen. Kijk, ik heb even de maat erop gezet. Dit is maat 50. Je hebt goed geordend, hè? Ja, en er zit alles erin. Een rompertje, pakje, mutsje, krabbandjes, sokjes. Zo schattig. En de rest eigenlijk allemaal reserve. Voor als die bijvoorbeeld wat groter is. En één reserve pakje maat 50. Dit is 56. Dit is wel echt leuk pakje. Ja. En deze is maat 56. Ja, is gewoon ook een reserve. Oh, ja. Yeah. Maar die bovenste moet het worden. Als het goed is, moet het lukken. Ik heb 4 centimeter ontsluiting. Yes. En ze hebben mijn vliezen gebroken. Was het heftig? Ja, vliezen breken niet, maar bij mij is de ontsluiting die, als het voelen zo rot, omdat mijn baarmoeder naar achter is of zo. Ja, ver. Heel ver naar achter in ieder geval. Ze moeten zoveel moeite doen. Dus ik ga echt elke keer dood als ze dat doen. Maar 4 centimeter ontsluiting. Ik heb heus nog een meer. Tot op jou, hoor. En straks gaan we aan de WN-opwekkers. Oh. Dat wordt heel leuk. Let's go. Hi guys, wij zijn ondertussen. Vanaf 7 uur, het is nu 2:30. Het is 2:30. En dat is onze Mariama. Dat was niet echt. Dat was niet leuk, hè? Nee. Moet ik uitleggen wat je hebt meegemaakt? Of ga je het zelf doen? Nou, ik kwam dus aan. Ik had 4 centimeter ontsluiting, kon ze de vliezen breken, ging allemaal best wel oké. En toen startten ze dus gelijk met de weeopwekkers en dat werd best wel snel verhoogd elke keer. Ja. En dat ging op het begin goed, de eerste 3 uur denk ik of zo. En toen had ik een weenstorm. Ja, toen ging het echt verkeerd. Toen ging het helemaal verkeerd. Ik was gewoon letterlijk naar adem aan het happen, gewoon gillen, huilen gewoon. Paniekaanval kreeg je echt? Ik kreeg echt een dikke paniekaanval. En toen heb ik om een ruggenprik gevraagd en dat duurde ook lang voordat ik het kreeg. Jezus. Ik dacht, ze zeiden elke jaar nu. Maar ze waren bezig met iemand anders. Ja, die kreeg ook een ruggenprik. Die kreeg ook een ruggenprik en we zijn hier met z'n drieën aan het bevallen. Dus ze was nog voor mij. Ik denk dat ze ook een weerstorm had. Drie bedoel je dan jij, die vrouw en ik? Of? Nee, er zijn 3 vrouwen aan het bevallen. Oh, serieus? Ja. Oh. Dus ruggenprik gehad. En nu gaat het veel beter. Nu gaat het een stuk beter, hè? Mijn god. En nu kan ik gewoon liggen. Oh, dat is echt heftig. Ik vond het ook echt niet leuk om Mirjam zo te zien. Omdat ze helemaal aan het huilen was en zo. Dat vond ik heel kut. Het was echt traumatisch. Ja, ik weet het. Dat was echt... dat had ik echt niet verwacht dat zou gebeuren. Gelukkig ben je nu echt een stuk beter. Love it. En nu zijn de wegen ook goed, dus die hoeven niet meer opgehoogd te worden. Zal ik eens even laten zien, want het is best wel een... kijk. Je ziet hier best wel veel weeën. Je hebt nu in 10 minuten... Ja. 1, 2, 3, 4, 5... Laten we zeggen 6. Of 7 bijna zelfs. Je hebt best wel veel hier. En hier heb je er 1, 2, 3, 4, 5.
gezegd. Maar de water was ook niet dingen zelf. Oh ja. De water was een beetje vies geworden. Het was een beetje groen, ja, een beetje groenig. Had erin gepoept. Dus het kan zijn dat het een beetje gepoept is in de buik. Maar dat is nog geen drama nu, hè? Nee, want ik zit al op de monitor en zo. Normaal gesproken. Als het thuis is. Als je een bevalling hebt of zo, dan moet je dus naar het ziekenhuis. Want je moet aan zo'n hartfilmpje en zo. Hmm. Maar dat heb ik al. Dus het is bij ons niet drama. Alleen, dan moet dus na de geboorte de kind wel echt extra checks en zo krijgen. Ja, ze zeiden dat als het kind geboren is, dat hij dan nog 8 uur of zo nog nagecheckt moet worden. Ja, voor de longen. Voor zijn longen. Dus dat is het een beetje. We hebben alles wel een beetje gehad vandaag. Het is wel echt spannend, hè? Ja. Zo lig je erbij. We gaan het zo leuk ook echt, hoe ik erbij lig. Ik ga stuk. Love it. Ik lig er tenminste fijn bij, guys. Eindelijk. Ik weet echt niet meer hoe je eruit ziet. Je voelt je nu een stuk beter, hè? Ja, en nu? Ja, het is echt niet leuk om te horen. De vrouwen, die gaan het misschien wel begrijpen. Ik heb nu heel erg poepdrang. Ja. Niet dat ik moet poepen, maar het is gewoon, het komt dichterbij, weet je wel, dat je echt moet persen. Ja. En ik heb nu echt alleen maar het gevoel dat ik moet poepen de hele tijd. En Mariama is heel erg blij dat ze haar eigen kus heeft meegenomen van huis. Oh, een tip voor alle vrouwen, neem je eigen zwangerschap. En ook een dekentje. En deze kleed. Oh, perfect. Oh ja, weer wel. Jongens, we zijn 9 centimeter momenteel. We zijn blij. Nou, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Ik heb echt... heel erg drang om naar de wc te gaan. Oh, Mimi, nog eventjes. Hallo, beentje. Jongens, om 20:19 is onze prachtige zoon geboren. Habibi. En Merdi is nu bezig met de borstvoeding proberen geven. En hij is zo lief en zo mooi. I love him, mashallah. Hij heeft Tinti. Wat een sterke vrouw, jij? Huh? Het was een heftige dag. Het is een heftige dag, Amir. Je hebt wel geflikt. Moet je zien wat je in je handen hebt, joh. Heerlijk. En ze heeft sushi voor ons gehad. Yes. Echt veel zin in. Dat is de beste koek vinden. De liefste papa van de wereld, hè. That's me. Ik ben helemaal niet verliefd of zo, hè? Hij heeft gewoon honger. Oké, de big moment. We zijn net thuis. En... kijk eens wie daar is. Ik ben hier heel benieuwd. Knorren. Dina, je moet Lira niet lastig vallen. Kijk Lira, kijk Lira. Wij? Ik wist dat Dina er iets meer... Nou, moet je niet zoveel. Nee, eigenlijk niet. Nou, welkom. Oké, okay, ja. Welkom, SF.